destijds toen ik meedeed aan die competitie, was de eerste keer dat ik mijn eigen Engelstalige muziek speelde. Ja. En die competitie won ik dus. Want ik begon met 8 Engelstalige liedjes. En ik heb er nu 36 of zo. Okay. Bizar. Het is heel snel gegroeid omdat ik het zo erg leuk vond. En de bevestiging kreeg. Oké, mensen vinden het top wat ik doe. En ik ga hiermee door. Ja, nou zeker hoor. Hé, maar je hebt het over liedjes. Op 23 november, toen bracht je je eerste EP uit. Ja. Pay Attention. Het was in Café De Dolle Graaf in Zeerenberg. Yeah. Ja. Weet je, dat was best wel cool. Want heel veel mensen zeggen, je hebt je EP gereleased, maar het is nergens te downloaden. En dat is iets wat het is allemaal in eigen beheer gedaan. En dat is heel erg leerzaam geweest voor mij om een eerste plaatje te maken. En hoe zit alles in zijn werking zonder dat je daarvoor andere mensen hebt ingeschouwd. Dus dat hebben we allemaal heel erg zelf gedaan. En dat is echt mijn allereerste eigen werkje geworden. Zonder dat heel veel mensen er hand aan in hebben gehad. Dus dat heb ik allemaal zelf geregeld. En dat was heel leerzaam. Want daardoor weet ik een beetje de weg. Ja. Maar hij is niet te downloaden. Ik verkoop hem alleen met optredens. Want dat is ook het leuke. Het is een beetje exclusief cd'tje van het werk waar ik ooit mee begonnen ben. En dat is het bijzondere van dat cd'tje. Ik ben eigenlijk ook wel heel blij dat hij niet te downloaden is. Want zo blijft hij ook gewoon heel exclusief. En dat vind ik heel erg leuk. Want zo kunnen niet alle mensen zien hoe ik ooit begonnen ben met het schrijven van mijn Engelstalige liedjes. Okay, ja. En hoe mijn stijl zo is geworden. Dat is wel bijzonder, denk ik. Maar ik bedoel, een mailtje naar je toe en hij wordt naar je toe opgestuurd? Nee, ik kom naar een optreden. Kijk, nog beter. En dan kun je ze kopen. Yeah. Hey, maar op die EP staat nummer The Man in Black. Daar heb je ook een videoclip bij opgenomen? Ja, dat is ook zo gaan lopen. Ja, maar wie was die man in het zwart? Dat is mijn opa. Ah, oké. Okay. Ja. Het is allemaal heel dichtbij mij en dat is het leuke van het cd'tje. Het is allemaal eigen werk en dat is mijn opa. Ja. Ja, weet je, het was wel grappig, want we zochten een acteur daarvoor en ik wou gewoon een beetje goed werk. Ik bedoel, ik heb het dan allemaal zelf geregeld. Ik wou gewoon ook een goede... gewoon een goede acteur daarvoor. Maar iedereen was een beetje pech. Het was vakantieperiode. En op het laatste moment alles regelen. En dat werkte gewoon niet zo heel erg goed. En op een gegeven moment zei mijn moeder, waarom vraag je niet gewoon opa? Die vindt het gewoon altijd heel leuk wat ik doe. En dat is heel erg... Ja, het is echt een man van mijn hart. Die vindt het ook altijd leuk. Hij speelt mondharmonica. Ging vroeg altijd met mij op zijn rug mondharmonica spelen. Oké. Heel erg cool. En ik heb uiteindelijk opa gevraagd. En opa vond het spannend, maar die vond het wel heel erg leuk om te doen. En de hele dag onderweg. En hij heeft het hele pak. En het was 36 graden die dag of zo. Okay. En het hele pak. Het is echt best wel sneu, maar het is heel lief dat hij het heeft gedaan. Het is gewoon een bikkel. Ja, joh. Ja, zo komt het neer. Hey, ik kwam ook nog tegen. In 2013 behoorde je tot de 100 beste jonge dichters van Nederland. Ja. Wat hield dat in? Ik schrijf niet alleen Nederlandstalig. Ik schrijf ook... Ja, voornamelijk schrijf ik Engels en poëtische teksten. Maar ik dacht, waarom niet mijn hersenspinsels in het Nederlands opschrijven? En dat heb ik een keer gedaan. Waar uiteindelijk het liedje Fox is uitgekomen. Wat ik zong in het programma. Today My Name is Fox. Ja. Dat is ontstaan uit een gedichtje in Nederlandstalig wat ik heb geschreven. En die heb ik toen opgestuurd naar een poëziewedstrijd voor jonge dichters. Omdat ik... een keer het opgetreden in de Oosterpoort, waar die uitreiking was, van die jaarlaag. En ik vond dat heel erg mooi om te zien dat er heel veel, toch best wel veel kinderen hele goede poëtische teksten maken in het Nederlands. En dat is echt bizar hoe goed ze zijn. En ik dacht, waarom zou ik het niet een keer proberen? Ik bedoel, het is Nederlandstalig, het is anders leuke uitdaging. Ik ging nergens vanuit. Ik dacht, ik stuur het gewoon op. En toen zat ik ook, wist mijn naam, dit vind ik echt heel cool. Mijn naam staat gewoon in het boekje van de 100 beste jonge dichters. En dat zat ik de Miriam Jansen, dat vind ik echt heel gaaf. Ja, ja. Met is een gedicht wat uiteindelijk een liedje is geworden. Van mij, die het ook nog eens heel goed heeft gedaan op televisie. En dat vind ik ook heel erg leuk daar. Ja, maar het is ook een stimulans voor jongeren misschien om, ja, om hun gedachten, hun gevoelens in een soort gedicht neer te zetten. Enzovoort. Poëzie is een heel mooie vorm van gevoelens. Het is wat anders dan tweeten. Ja, nee, exact. Heel goed. Ja, precies. Dat is wel waar, ja. Hey, maar van de zomer, ja, toen begon, daar is het echt het grote werk voor hiervoor begonnen. Ja. De beste singer-songwriter van Nederland. Maar dat was niet je debuut op tv. Maar dat was dit. Oh, Jezus. Ja. Jullie hebben goede research gedaan. Waarom ben je? Ja, klopt, hè? Ja, toen was ik 10 jaar. Wil je het nog terug horen? Nou, ik vind het...
Het heeft mij heel veel geleerd, sowieso. Ja. Ook over tv-wereld. En zonder dat had ik me denk ik niet zo gauw op mijn gemak gevoeld bij camera's. En het is een hele goede leerschool geweest, sowieso. Ja, voor die mensen die even niet weten waar het nu over gaat. Je hebt dus in 2007 heb je meegedaan met het Junior Songfestival. Ja. En je bereikte daar de halve finale. Ja, ook ja. De live shows dus. Ja, de live shows. En daar bleef het bij? Tenminste, dan voor het Songfestival? Ja, nou sowieso van het genre. Kijk, ik vond het toen heel erg leuk. Maar ik ben heel best wel gauw. Was ik toen uitgekeken op Nederlandstalig en kinderliedjes. En ik dacht, ik wil groeien. Okay. En ik wou er niet in blijven hangen. Dus ik ben toen uiteindelijk toch Engelstalig gaan schrijven. Sinds ik dat kon. En toen ben ik dus naar de High School Music Competition gegaan. Omdat ik uiteindelijk gewoon weinig optredens had. Wat ook wel cool is trouwens. Want ik had na het Junior Songfestival heb ik de Zwarte Cross gemaild. Ja. Om te vragen of ik daar zou mogen spelen. En dat mocht ook. Dus dat was te gek. Want het heeft altijd naar dingen geleid waar ik uiteindelijk nu ben. Ik bedoel, ik ben begonnen als een soort van klein meisje van 9 jaar. Die met elektrische gitaar kwam en zei, ik hou van rockmuziek. En ik wil kaart rocken. Er is iets veranderd. En nou, het is wel veranderd, maar ik hou nog steeds van rockmuziek. Maar heel veel mensen herkennen me daar ook niet meer van. En dat vind ik het een leuke daarvan. Ik ben natuurlijk heel ontwikkeld. En ik ontwikkel me nog steeds. En misschien is dat ook wel het leuke aan... ik vind het natuurlijk niet heel erg leuk dat je nu op YouTube, als je me zoekt hoe ik nu ben, dat je vervolgens als een soort van suggestie ziet. Hier heb je hier soms wel. Ja. Maar het is wel waar iets begonnen is. Je hebt ervan geleerd en ja. Ja, zeker. Dus, maar goed, genoeg hierover. Genoeg hierover. Nee, goed. De beste singer uit van Nederland. Nou ja, je een fantastische zomer heb je gehad. Oh, thanks. Ja, tenminste, het lijkt mij in ieder geval. Yeah. Hey, maar wat was je gedachte om eraan mee te doen? Het stond een beetje stil met mijn optredens en ik wou heel graag spelen en heel graag mijn nieuwe liedjes te horen brengen. En, het is gewoon heel erg moeilijk om je weg te vinden en zelfstandig alles te gaan doen. Dus dacht ik, waarom niet proberen een soort van opstapje dat ik me één keer gewoon even op televisie kan laten zien op een Ismaar liedje. Ja. Dat was mijn streven. En dat ik dan misschien een paar optredens extra zou kunnen gaan doen. En omdat ik gewoon heel erg leuk vond om te spelen. En... Ik had gewoon mijn liedjes, The Man in Black volgens mij, was dat direct ingestuurd. En ze zeiden, kom maar langs. En ik mocht op auditie, de pre-audities. En uiteindelijk, toen zat ik bij de laatste, kijk het, 32 was het dus voor de soort van... Ja, die audities op televisie. Ja, precies. Met Giel. En toen mocht ik dus Bolza gaan doen. En daar was ik heel erg blij mee. Want ik dacht, dan kan ik eindelijk een keer weer mezelf laten zien voor een heel stuk groter publiek. Maar dat pakte zodanig goed uit. Tot mijn verbazing ook echt wel destijds. En toen is het allemaal in een sneltreinvaart gegaan. Behoorlijk volgens mij. Behoorlijk. Dus het is niet zo geweest. Ik heb 3 optredens er extra bij. Ik heb wekelijks mijn agenda vol staan. Ja, nou, voor mij, ik had het eerste seizoen dat ik al gevolgd. Nou, toen zag ik van 1, 2 seizoen, leuk, tof, geweldig. Ja. En de aflevering dat jij dus ging spelen. Ik denk, oké, jong meisje, oké, je ging daar zitten. En je begon te spelen. Eerst nog een beetje rustig de intro. Maar toen knal je erin. Het viel mij zelf op dat ik gewoon op het puntje van mijn stoel zat. En ik denk, wow, wat is hier aan de hand, zeg? Oh, cool. Dus ik had toen meteen gemeld. Nou ja, alles, het contact ging dan via je moeder. Yeah. En ik dacht van, weet je, je moet eens een keer langskomen. Totdat ik zag waar je woont. En ik denk, dat gaat het niet gebeuren. Maar godzijdank moest je vanavond in Alkmaar spelen met de popronde. Ja. Yeah. Maar je maakte zoveel indruk op me. En ik denk niet dat ik de enige was die avond. Ah, thanks. Nee, ik hoor het best wel veel. Dat vind ik heel, heel erg tof om te horen. Dat heel veel mensen toch best wel flabbergasted waren. Dat het feit dat ik moest toen net doen alsof ik 16 was natuurlijk. Maar ik was toen eigenlijk 15. Dat mensen toen dachten, is dat dus van, oh wow, ze is 16, ze doet dit. Ze zingt op alcohol, ze heeft een soort van weirde stem. En het is heel anders, weet je wel. Ze zijn er niet gewend. En terwijl ik het zelf natuurlijk niet door heb. Ik heb het zelfs ontwikkeld. En ik heb gemaakt wat ik leuk vind. Ja. Weet je? En het is alleen maar heel erg fijn om te horen van mensen die allemaal dachten. Wat doet zij in godsnaam, weet je wel. En dan, voornamelijk de verbazing bij mensen is wel heel cool. Ja, ja. Nou ja, ik had echt het idee van, zij doet het al 20 jaar of zo. Je stond echt zoveel performance. Ja. Zoveel power wat erin zat. Ja, zoveel overtuiging. En belen en nu ben je hier zo. Yeah. Hey, maar het programma, de beste singer-songwriter, wat heeft het, ja natuurlijk het heeft je geweldige dingen gebracht, maar wat zijn nou de kernpunten die voor jou, waardoor je heel erg dankbaar bent voor het programma? Ervaring,
natuurlijk. Dus het feit dat het meer deuren opent voor je, het brede publiek die je trekt. Je krijgt meer kansen in de muziekwereld. En het netwerk wordt heel erg breed. Je leert heel veel muzikanten kennen, heel veel bekende mensen kennen, maar ook bij heel veel mensen die backstage bezig zijn en die heel erg belangrijk zijn. En dat is ook heel erg. Dat is gewoon een van de belangrijkste dingen die je goed moet weten, ook als muzikant zijn. En je leert heel, heel goed van. En het fijne van de productie van de Best Singing Songwriter is, ze begeleiden heel erg. Ze vinden dat je ook de passie voor je muziek moet blijven koesteren en niet dat je daar heel erg gemakkelijk op moet gaan doen, maar dat je echt de goede beslissingen moet gaan nemen. En dat is fijn, want ik wil geen eendagsvlieg blijken te zijn uiteindelijk. En wel een beetje mijn bekendheid vast proberen blijven te houden. Ja. En uiteindelijk met de gedachte hebben van, ik heb er alles aan gedaan. Ook al werkt het dan uiteindelijk misschien niet. Ja. Natuurlijk van wel. Maar dat is dus een beetje hoe het in elkaar zit. En het programma is heel mooi. En je leert heel veel van. En het is ook heel gezellig. Dat is ook gewoon heel leuk. Ja, nee, maar goed, je zit ook in een heerlijke omgeving. Allemaal muzikanten. Dat inspireert natuurlijk ook enzovoort. Dus geweldig. Hey, eventjes over de. Nou ja, goed, je bent nu bezig met de popronde. Daar is ook weer bijna afgelopen. Ja. Je had dus gespeeld in Alkmaar. Hoe was het gegaan? Was leuk. Ja, Alkmaar is leuk. Ja, ik vond het heel erg gezellig. Oké. Okay. Ja. Ja, helaas moest je weer de vroeg weg naar, of weg hier zo. Ja, het was oké. Het was oké. Ja, dus. Maar in ieder geval is het de bedoeling dat je misschien wat vaker hier in deze omgeving gaat spelen? Ik hoop van wel. Ik hoop dat ook mijn uiteindelijk nieuwe cd'tje, dat het goed gaat lopen en dat ik veel ga spelen weer. Ja, in februari doe ik trouwens een toertje. Ja, nee, goed. Ja, je loopt een beetje vooruit op dat interview. Oh, sorry. Want, even kijken. 26 en 27 november, dat is ook heel leuk. Dan mag je het voorprogramma zorgen van Maria Mena. Ja, dat is cool, hè? Ja. Ja, ik ben daar heel blij mee. Ja, maar hoe kom je dan? Ben je daarvoor gevraagd? Of heb je gewoon... Ja. Oké. Okay. Ja, ik heb natuurlijk mijn boeker nu en dat is heel erg fijn. En die zei op een gegeven moment, hey Dave, ik heb een plekje voor je voor Maria Mena. Vind je het leuk? En ik dacht, ja, tuurlijk, want dat is natuurlijk ook een beetje mijn jeugdsentiment, want ik heb vroeger wel eens liedjes van haar gespeeld. En daar ook gewoon mee geoefend. En mijn oma, die was altijd heel erg verliefd in Just Hold Me als ik dat deed. Dus ja, elke keer als ik iets ging doen, als ik optreden had, ga je dat ene liedje doen. En ik wist altijd dat het dat ene liedje was, en dat was Just Hold Me. En destijds had ik nog kinderen zijn, dus je kon dat wel heel makkelijk halen. En nu is het wel iets lastiger. Ja. Maar mijn oma, die vond het heel erg mooi. Dus het heeft sowieso, dat liedje heeft sowieso altijd wel iets een plekje bij mij. En ik vond het dus heel bijzonder dat ik nu in november haar voorprogramma had in Nederland. In twee shows. Dus dat is heel erg tof. Ik ben er heel blij mee. Ja, dat kan ik me prima voorstellen. Want ik bedoel Maria Mena. Ja, tof vierde gids. En noem maar op. Dus tof. Hey, je zei het al. In februari dan ga je je tweede EP presenteren. Ja. En daar zit ook een tour aan vast. Daar zit een tour aan vast. Die in de meeste gevallen gratis toegankelijk is. En dat is wel heel erg. Oké. Dat is denk ik wel ook heel erg leuk voor de meeste mensen. Omdat het... meestal is het altijd ticketverkoop en is het een afwachten of het wel of niet leuk wordt. Dat wordt heel laagdrempelig, noemen ze dat dan. Ja, maar dat is juist wel heel erg leuk, want iedereen die wil kan komen kijken. Studenten kunnen komen kijken, die hebben het al vaak niet heel goed. Werkelozen. Iedereen kan komen kijken, ja. Dat is wel cool. Maar plus het feit gewoon, waarom niet, weet je, het is gewoon leuk. Ja, oké, ik zou je straks nog even een tip geven om hier in de buurt op te treden. Ja, nee, serieus. Dus, nee, goed, 6 februari, dat is voor de luisteraars hier zo. Dan heb je, dat is in ieder geval de dichtstbijzijnde van je tour. Dan speel je in de Patronaat. Ja. Dus, nou ja, goed, luisteraars. Kom vooral kijken. Ja, gewoon doen. Gaan doen. Ja. Oké. Okay. Hey, Dimina, ik wens je alvast heel veel succes. Straks met je nieuwe EP in je tour. We doen nog één liedje. Mm-hmm. En dan is het mooi geweest. Ja. Maar je moet nog 2,5 uur rijden. Ja, ik moet nog 2,5 uur. Ja, precies. Dus, yes. Nee, schuif aan. We doen nog één liedje. Ja.